Op 14 scholen in de stad werd vandaag niet lesgegeven. De leerkrachten staakten vanwege de onderwijshervormingen passend onderwijs, die vandaag in de Tweede Kamer werden behandeld. De onderwijzers vinden dat er in de wet passend onderwijs slechte keuzes worden gemaakt en zij vrezen de plannen van het kabinet om 300 miljoen euro te bezuinigen op de onderwijsbegroting. Leerkrachten uit het hele land verzamelden zich vandaag in de Amsterdam Arena. Ook de onderwijzers uit de stad gingen massaal per tourbus naar de hoofdstad, op die enkeling na die op de school moest passen. De actiebereidheid lijkt hoog te zijn, hè? De actiebereidheid is inderdaad heel erg hoog. 75% van mijn leerkrachten die zijn allemaal richting Amsterdam gegaan. Een paar zijn hier nog op school. En binnen de stichting ook heel veel scholen zijn richting Amsterdam gegaan. De nieuwe onderwijsfilosofie Passend Onderwijs wil meer kinderen van het bijzonder onderwijs naar het reguliere basisonderwijs overhevelen. De stakende onderwijzers vrezen dat de kwaliteit van het onderwijs ernstig verslechtert. De grootste zorg is dat de klassen te groot worden en dat er te veel zorgkinderen in de klas komen. De aandacht van de leerkracht is gewoon te veel gericht op de zorgleerlingen en kan niet meer uitgaan naar wat de normale taak van de leerkracht is. Dus ik denk dat gewoon heel veel mensen er niet echt bewust van zijn hoeveel impact het gaat hebben op ook gewone kinderen die normaal functioneren en die gewoon heel goed naar het HAVO zouden kunnen of VWO en die misschien dat wel die aandacht niet meer gaan krijgen. En dat is belangrijk. Ik bedoel, ook natuurlijk de kinderen die de aandacht nodig hebben, die moeten de aandacht ook nog gaan. Die moeten die aandacht houden, die krijgen het wel, want die hebben het nodig. Maar ik maak me ook heel erg zorgen om gewone normale kinderen. Een van de gehekelde plannen is de prestatiebonus. Er is nu een regeling voor bonussen willen ze gaan opzetten. Nou, en dat geld dat moet gewoon naar de scholen gaan en niet naar een project waar niemand iets van wil en waar niemand ziet zitten. De onderwijzers hopen dat het kabinet zich nog eens achter de oren krabt. Ik weet ook donders goed dat ze moeten bezuinigen. Maar het is wel een signaal, misschien een drukmiddel om ietsje om te buigen van wat ze misschien van plan waren.